Ja, jij zegt het zo Geer en Goor, maar het is bijna nog erger dan Geer en Goor. Nog erger, kan je nagaan. Was het tijdens die reis ook alleen maar dit, alleen maar lachen? Nee, want ik had me er heel veel van voorgesteld. Ik dacht, leuk met een man samen naar een voetbalwedstrijd. Maar dat viel behoorlijk tegen. Waarom viel het tegen? Nou, ten eerste omdat meneertje al na 100 meter begint te klagen dat hij last van zijn poten begint te krijgen. Weet je, als je met een vrouw hebt, logisch, hoge hakken. Maar die gast, die kan gewoon niet lopen. Dat was één. Ja. En we hadden, af en toe moesten we even een stukje lopen. Nou, twee. Als we ergens gaan eten, ik zal het even laten zien. Ja, er staat hier een schotel. Ja. Meneertje eet alleen maar Nederlands eten. Het is gewoon een voedselracist. Hij zei letterlijk tegen mij, ik vind dat al het buitenlandse eten terug naar zijn eigen land. Kijk, hij vreet dit gewoon niet, hè? Echt niet. Dat het goed eten is. Je moet wel even weten, deze man is een vuilnisbak. Ja? Ja. Je hebt toch wel in het pretpark hoor je papier hier. Dat is met hem het eten. Nee, maar kijk, als je in Barcelona bent, dan vreet je toch tapas? Ja. Maar meneer heeft zijn eigen pindakaas meegenomen. Letterlijk? Echt pindakaas? Ja. Luister dan, hij zegt bij Barcelona eet je tapas. Luister, heel simpel. Als jij in een toeristisch gebied komt... En hij loopt gewoon de eerste beste zaak, loopt hij gewoon binnen. Maar gewoon Rob Geus, die zou gewoon gillen naar buiten lopen. Ja, omdat het te vies is, Hij pakt de menukaart, die hangt gewoon met velletjes aan elkaar. Allemaal onder de vlekken. Hij zegt, lekker. Ja. Hij zit gewoon te kijken. Bij de rotten. Hij deed een soep. Ja. Hij zegt, lekkere soep. Dat was gewoon van die sloot daarachter. Ja. Maar luister, op een gegeven moment hadden we geen taxi. Dus ik zeg, nou, dan pakken we de metro. Ja. Weet je, want hij had de pijn van zijn voeten. Cool. Hij durft niet zich aan de stang vasthouden, omdat daar ook bacteriën op zitten. Dus hij pleurt steeds onder die metro. Zo kan je toch niet een leuke reis maken met een man? Laten we even zien, want jullie zijn... Ver al voordat de wedstrijd begint, zijn jullie bij Barcelona. En dat is wel goed om te weten, dat daar altijd die supporters gaan daar naartoe... om te kijken waar die spelers zijn. Ja, dat is echt prachtig. Ja, toch? En dan zie je dit. Cuánto le gané? Barcelona gané? 5-0. 5-0. 8-0. 8-0. Die mensen staan hier allemaal uren in de rij om een glimp van Messi op te vangen, hè? Ja, andere spelers. Ja. Te gek, toch? Ja. Een gekke huis, joh. Weet je wat ik zo mooi vind? Je hebt volgens mij ook gewoon Real Madrid supporters hier tussen staan. Ja, je ziet gewoon ertussen lopen. Hoe kan dat? Moeten ze niet zo gescheiden worden zoals in Nederland? Nee, maar ja, waarom zo? Je ziet dat ook op deze manier kan. Ja, maar ze haten elkaar ook toch wel. Ja, waarom zijn er dan geen vechtpartijen al die shit? Nou, omdat dit op deze manier, dat je ook kan laten zien hoe het ook kan, ook al ben je grote rivalen van elkaar.